Het Nationaal Archief Suriname heeft gisteren een vijfdaagse workshop geopend. De workshop heeft als thema Emergency Preparedness and Disaster Management Plan for Heritage Institutions. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de schadesoorten die veroorzaakt kunnen worden door de natuur en door handelingen van de mens. Volgens Eddie Citroyoyan, vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, kan in tijden van crisis het cultureel erfgoed de mens een gevoel van waardigheid en trots geven. Daarom heeft het Nationaal Archief besloten deze workshop te organiseren, zegt Citroyoyan. Suriname moet lering trekken uit eigen ervaringen en die van de regio, waarbij erfgoedinstellingen niet voorbereid zijn of waren op natuurrampen. Onze erfgoedinstellingen moeten preventieve maatregelen treffen om rampen te kunnen voorkomen, risico te bestrijden. Er moet een mindshift bij ons plaatsvinden van post-disaster acties naar pre-disaster acties. De beperkte beschikbaarheid van professionals en financiële middelen vereist een nauwere coördinatie tussen professionals en instellingen die zich bezighouden met het behoud en beheer van erfgoedsites, archieven, musea en externe instanties. Door te participeren aan deze training heeft u en uw organisatie zich gecommitteerd aan de verwezenlijking van het rampenplan en de finalisering daarvan over 2 maanden. Roy Smits is secretaris-generaal van de UNESCO in Suriname. Hij zegt dat deze workshop heel goed aansluit op wat de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname nastreeft met de preventie van historische gebouwen. Al met al is deze training een voorschot eigenlijk op wat er organisatorisch en technisch in Suriname moet worden gedaan. Er moet een nationale focal point komen, bestaande uit onder andere de NCCR met uw organisatie Nationaal Archief en overige musea en met Stichting Gebouwd Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, met name cultuur, om verder te werken aan de upgrading van u als professionals. We hebben echt als cultureel erfgoedbeheers- en beschermingsorganisatie van uw krachten, kennis en inzichten nodig. Dat was Roy Smits, secretaris-generaal van de UNESCO in Suriname. Hij sprak gisteren bij de start van de vijfdaagse workshop van het Nationaal Archief. De workshop met als thema Emergency Preparedness and Disaster Management Plan for Heritage Institutions duurt tot en met vrijdag 28 februari.